week aan de bruiloft. Nou hè. Mag ik jullie chaperoneren naar... Nou, fantastisch. Ja? Ja, geweldig. En mag ik jou dit aanbieden? Nou, prachtig. Ho! 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 Nou, fantastisch, ja. Zal ik jou erin trekken? Ja, goed je. Ho! 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 Uitstappen, langzaam uitstappen graag. Ja. Pas op dat je niet... Ja, dit moet je zeker doen. Ja, nou, dit moet je zeker doen. Alsjeblieft. Zo, dit is trouwens de maximale. Ja, ja. Nou, mensen. Ja. Jullie zijn er maar druk mee, hè? Ja, 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 ja. Ja, dan. Ja, dat zei ik ook al. Ze zijn zo zenuwachtig. De rest van de week alleen. Prijs. Prijs. Thijs, dit is voor jou het zoveelste moment van afscheid nemen als burgemeester van Winterswijk. Maar ik durf toch wel te zeggen dat dit de hoofdact is. Afscheid van het college, van de raad, het geluid zoemt wat. En van het personeel gisteren nog. Ik weet dat je besluit en daarmee ook daarmee gepaardgaande vele afscheidsmomenten voor jou met mixed feelings ook wel gepaard gaat. We gaan er vanmiddag een hele mooie middag van maken. We gaan ons best doen. En we gaan vooral een middag maken waarin je goede herinneringen overhoudt. Maar ik denk dat burgemeester Van Beem Winterswijk sterk achterlaat in een wereld die toch wel onzeker is geworden. Kijk maar naar het nieuws. Kijk maar naar de dingen die allemaal voorbij komen en waar we in de media over horen. Een aantal dingen weten we al dat die gaan gebeuren in de toekomst. Er zijn prognoses uit het verleden. Het zal steeds globaler, mondialer worden. De klimaatverandering is belangrijk en de vergrijzing. Ik vind wat dat betreft, zeker voor die eerste, tweede globalisering, dit als een illustratief voorbeeld. Het is een tandenborstel, elektrische tandenborstel, die je gewoon kunt krijgen bij de blokker of bij de mediamarkt.
En dit apparaatje heeft bij elkaar meer gereisd dan ikzelf. 2/3 van de omtrek van de aarde is afgelegd door de verschillende onderdelen die in het apparaatje zitten. Zo wordt bijvoorbeeld de chips die erin zitten, die worden gemaakt en gesoldeerd in Azië, terwijl het staal uit Zweden komt en plastic uit Frankrijk. Het zal me trouwens ook niets verbazen als hier een Winterswijkse verborgen kampioen een bijdrage aan heeft geleverd. We denken Philips, Nederlands kwaliteitsproduct, maar het is dus gemaakt in de wereld. Dat is de context en realiseer je ook eens hoeveel milieuvervuiling dat met zich meebrengt. Want het moet allemaal over de wereld gesleept worden. Bijvoorbeeld in Seattle wordt het in een doos gedaan om hier weer in Winterswijk in de winkel te eindigen. Kortom, Winterswijk in de wereld. We moeten toch groot kijken. Gunshot, hostel med light, blood clot in it. Cardi run in bull, pay with a silet. Extortion and tax me a come collect. Why must he think say a joke he did a make? Two out the shot, them sound every youngster know say them connect. Brains pass Mars, I reach a one planet. Hey boy, you no soldier, dog, I want to. Met het uitbreken van de crisis kwam er nog een extra uitdaging voor het college bij en brak een periode van bezuinigingen aan, zowel intern als extern. Desondanks bleef de politieke agenda ambitieus. Tal van gelegenheden waar een college over kan struikelen dus. In de landen zijn er tenslotte zat voorbeelden van, maar niet bij ons. Wij hadden Thijs. En dan schrikken we ons allemaal lam door jouw boodschap over je gezondheid. Veel respect binnen het college voor de manier hoe je ermee omgaat. Na de operatie slechts beperkt bezoek toegestaan en zeker niet van snotverkouden ondergetekenen. De twee die wel gingen kwamen wit weggetrokken terug. Het is menens en het grijpt ons allebei de strot. Maar gelukkig zit je hier niet te stralen, Thijs. De bedoeling is eigenlijk dat we zo, of dat jullie zo samen de vlag van Winterswijk, ja, van dit, ik kan het wel vast verklappen, van dit beeld mogen afhalen. En daarmee, ik denk dat wat eronder staat, dat jullie dat zeker zal bevallen. Ik weet dat jullie liefhebber van zijn, maar ik zou zeggen, onthul het maar. Oh. Nou, zoals je in ieder geval ziet, Thijs is ook van het initiatief en niet alleen van. Ja, nou, de naam viel al, dus in die zin, jullie zijn kennis, maar het is inderdaad een beeld van Gerry Grijze. Ze is aanwezig, ik weet even niet waar ze zit. Ze duikt weg. Nou, dat is helemaal niet nodig, want volgens mij is het een heel mooi beeld. Nou zijn er twee benamingen voor die ik door heb gekregen wat dit beeld eigenlijk voorstelt. En het ene is eigenlijk balans. Nou, en volgens mij past dat helemaal bij Thijs, de balans zoeken. Het is al eerder gezegd, dat is denk ik echt iets wat bij Thijs past. Dus in die zin, die beweging is toch een vorm van balans. Maar ik hoorde ook van, je zou ook zeggen, kunnen zeggen van oeps. Maar volgens mij is dat niet aan de hand in dit geval. Ik heb daar ook nog een certificaat bij, die zou ik zo geven. Maar ja, ik vind het zelf een prachtig beeld. Volgens mij is het echt iets wat past. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, dan zit het afscheid er nu op. Toen ik het in juni aankondigde,
begon het eigenlijk. Toen kwam bijvoorbeeld het volksfeest met een versierde koets waar ik in zat. En kreeg ik hier een aantal obades, ook van de muziekkorpsen, wat heel hartverwarmend was. De afgelopen week kreeg ik een boom aangeboden. De erepenning in de gemeenteraad van de week bij de PAN en WCL. Nog een hele mooie toespraak en een cadeautje. De Bijadier heeft muziek gecomponeerd en die wordt door ons carillon gespeeld vanaf eergisteren een paar weken. Dat was ook zo'n mooi gebaar van Wim Rusink. Bloemstukken en kaartjes thuis. Wij hoeven al 2 maanden geen verse bloemen te kopen. Eerlijk gezegd, we geven ze zelfs weg aan onze kinderen bijvoorbeeld, nu ook een boeketje. Die mooie erepenning die ik heb gekregen, het was allemaal heel hartverwarmend. Ik ben er erg blij mee. Ik zei net al, ik heb het gevoel dat ik van een rijdende trein spring. Het valt niet mee om het los te laten. Ik zou zeggen, duw me er maar af. Joris Bengevoort gaat het overnemen en ik wens hem heel veel succes. Ons prachtige dorp Winterswijk. Het dorp gaat een beetje over weemoed, over alles wat... Ja, misschien een beetje verdwijnt, maar ik denk dat wij als Winterswijk een prachtig dorp hebben waar we ook echt ons best doen om veel mooie oude dingen te behouden. Een Puitprijs, 100% Winterswijk, het strandbad, noem maar op. Het dorp van Wim Sonneveld. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, slagerij J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar dat is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen het corridor, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind, ik kon niet weten dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen het groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, dorp is gemoderniseerd, nu zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, zij zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien. Dat er is waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik staan. Ik was een kind en kon ik weten dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt mij wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, zij kochten zoet oud voor een cent. Ik zag hun moeder een stoutje springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de zag staan, was ik een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan?